ga u vanmiddag het verhaal vertellen van de anti-held. Als hij 15 is, wordt hij drop-out en komt hij definitief op straat terecht. Het is eigenlijk een driedelig element. Hè? De spreker, de acteur en de PowerPoint-presentatie en het publiek als vierde elementen. Ja. Na een korte analyse krijgt hij het advies om een cursus te volgen voor Timmerman. En eerst moest ik integreren, toen moest ik emanciperen en nu moet ik participeren. Dat is namelijk Jeffrey. Hij assisteert mij bij deze lezing. Ja, ik heb mijn vader ook nooit meegemaakt. Nee, Jeffrey? Nee, okay. Ik heb hem nooit gekend. Nooit gekend? Ah, dat is vervelend. Mm. Ik zet mij in om mensen te inspireren op zoek te gaan naar die verborgen potentie. Na 150 sollicitaties krijgt hij eindelijk zijn eerste uitnodiging. Sluimerende krachten, talenten en gaven komen tot leven. En je zult ontdekken dat je in een mooie, prachtige wereld bent terechtgekomen. Dat is de essentie van deze theaterlezing.